Dan gaan we nu lekker naar beneden met de lift. Oh. Oh. Zie je dat lachje? Volgens mij staat ons gewoon nog een dikke verrassing te wachten hier beneden. What up YouTube? Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag gaan we verder met ons Pokémon Sun avontuur. We zijn beland in Aether Paradise. We zijn Lily kwijtgeraakt jongens en dat is niet leuk. Terwijl we hier een vrouwtje zien waar we, ja dat dacht ik al, waar we dus mee moeten gaan battelen. Want de mensen in Aether Paradise zijn natuurlijk niet blij om ons hier te zien. Ik ben heel erg benieuwd wat dit ons allemaal gaat brengen. Of we Lily gaan vinden. En waar we Lily dan precies gaan vinden. En we zijn nu challenged bij Aether Foundation Employee. En die heeft een Dugtrio. Nu weet ik niet zo goed wie er bij mij op plek nummer 1 staat. Ja, magneetoog. En daar hebben we dus niet zo gek veel aan, denk ik. Dus daarom gaan we maar gewoon eventjes switchen. En we gaan switchen naar Willem-Alex. En dat is onze Gyarados. Woehoe! En met Gyarados kiezen we natuurlijk voor een Aqua Tail. Terwijl hij een Sucker Punch doet. Een aanval die altijd als eerste is. En ik ben benieuwd. Gaan we het in één keer redden? Yes, we gaan het in één keer redden. Doei doei, Dugtrio. Ik ben echt super blij met Willem-Alex. Het is echt wel een hele sterke Pokémon natuurlijk. Hebben we Kubus nou nog steeds bij ons, jongens? Kubus is een beetje overbodig, omdat we al een Ground-type Pokémon in ons team hebben. Dus ik wou eigenlijk Grimer terug doen, maar ik vergeet Grimer de hele tijd terug te doen in mijn team. En Vuurpoes is ook level 46. Dan moeten we nu tegen een Sliggoo. En voor Sliggoo kies ik voor onze Mimikyu. Ik ken helaas nog geen Fairy-type attack, dus ik doe gewoon Shadow Claw en dan ga ik kijken. Ja, dat gaat wel goed. In twee keer moeten we hem wel neer hebben. Terwijl Sliggoo Raindance doet. Die begrijp ik dan niet helemaal, jongens. Maar dat zal misschien wel aan mij liggen. It started to rain. En dan kunnen we gewoon nog een keer Shadow Claw doen. En dan is het klaar met deze Sliggoo. Kijken. Ja, daar gaat hij. Hoppakee. Nice. Die hebben we verslagen. En zijn we er dan? Oh, nice. Pikachu, onze Mimikyu, gaat naar level 39. Awesome. Leert hij een nieuwe aanval? Ah, dat is jammer. Hij leert geen nieuwe aanval. En dan hebben we deze employee verslagen. En de vraag van de dag is een hele aparte. Die heeft echt helemaal niks met Pokémon te maken. Maar ik vond het ook wel leuk om een keer geen Pokémon vraag te beantwoorden. En helemaal als jij daar 5 euro mee kan verdienen, Janbaas. Ga die maar alvast halen bij je zus. Want ja, ik ga je vraag beantwoorden. En het komt in een video. Dus jij krijgt 5 euro van je zus als je in deze video komt. Dat vind ik wel echt super tof. En zijn vraag is eigenlijk heel simpel. Voor welke voetbalclub ben ik? En ga nou niet gelijk allemaal unsubben. Omdat ik misschien dan voor een andere club ben dan de club waar jij voor bent. Want kijk, ik vind iedereen moet gewoon lekker voor zijn eigen club zijn. Als jij voor een club wil zijn, helemaal goed. Laat een ander in zijn waarde als die voor een andere club is. Ga niet moeilijk lopen doen. Al dat geweld en agressie in voetbal, dat is helemaal nergens voor nodig. Het is een spelletje, een heel fanatiek spelletje. Want ik kan er echt niet tegen. Als mijn club verliest, dan ben ik echt best wel chagrijnig. Maar ik ga het niet met geweld afreageren of vervelend lopen doen tegen mensen. In ieder geval, een heel lang verhaal en dan komt hier eindelijk mijn antwoord. Ik ben al sinds ik klein ben, sinds ik een jaartje of 7 was, ben ik voor Feyenoord. Ja, het is eruit. Ik ben een Feyenoord supporter. Ik ga ook regelmatig gewoon naar het stadion. Omdat ik gewoon heel erg van voetbal hou. Ik heb vroeger ook zelf best wel op hoog amateurniveau gevoetbald. En ja, dat blijft er dan gewoon in, hè. Dan blijf je van voetbal houden. En het is helemaal met een club als Feyenoord. Als je daar eenmaal voor bent, ja, dan kan je dat niet meer loslaten. Ik woon dan ook gewoon al heel mijn leven in Rotterdam. Dus dan is het eigenlijk logisch dat je voor Excelsior of voor Sparta of voor Feyenoord ben. En ik zag Feyenoord op een gegeven moment tegen Ajax voetballen. En Feyenoord was zo hard aan het bikkelen. Ajax was best wel goed aan het voetballen. Misschien wel beter. Maar Feyenoord was keihard aan het werken. En uiteindelijk wonnen ze met 2-1. En vanaf dat moment ben ik gewoon voor Feyenoord. En dat zal ook altijd zo blijven. Nou, ben jij nou voor een andere club? Helemaal prima. Gewoon lekker voor die andere club zijn. Maar dan weten jullie nu in ieder geval voor welke voetbalclub ik ben. En niet unsubben! Alsjeblieft. Deze gasten hebben hier gewoon allemaal draak-Pokémon, jongens. Dat is best wel ziek. Deze heeft gewoon een hele toffe Shellgun. Terwijl die wel bijna in één keer klaar is. Dat is wel nice. En dan gaan we hem nog een keer aanvallen met Flash Cannon. En dan hebben we van deze Shellgun wel gewonnen. Ik had in mijn Pokémon Moon playthrough had ik een Salamence. En daar ben ik zo blij mee. Salamence is gewoon gelijk een van mijn favoriete Pokémon geworden. Ik vind het echt wel een hele... Ja, hij ziet er heel tof uit. Ik had hem nog nooit gebruikt. Maar nu heb ik hem wel gebruikt en ik ben er zo blij mee. In ieder geval moeten we nu tegen een Trumpeak. En die gaan we natuurlijk proberen te verslaan met een Discharge. En Magneetoog is lekker bezig, jongens. Magneetoog is gewoon heerlijk bezig. En hij verslaat deze Trumpeak ook gewoon in één keer.
Bam, nice. Laten we even kijken wat hier allemaal is, jongens. Er zijn best wel veel medewerkers. Ja, ik ga gewoon lekker met jou battelen. Helemaal geen probleem. Gladion is er blijkbaar dus gewoon langsgelopen zonder dat hij hoeft te battelen met al deze employees. Oké, de sneaky bastard. Oh, en trouwens, nou niet allemaal in je vraag van de dag zeggen dat je geld krijgt van je zus, van je moeder, van je opa, van je oma als de vraag in een video komt. Want ik doe dat één keer en hierna let ik er niet meer op of je er geld voor krijgt. Hè? Dan let ik er gewoon weer op of het een hele toffe vraag is en het liefst ook gewoon eentje die wel met Pokémon te maken heeft. Maar omdat jij de eerste was die dit zo neerzette, vond ik het wel grappig om te beantwoorden. En ik praat ook gewoon graag over voetbal, want ik ben een echte voetbalsupporter. Terwijl we nu gewoon deze Parasect ook verslaan en level 44 worden met Magneetoog. We zijn volgens mij best wel high level met best wel veel Pokémon, want we gaan er best wel goed doorheen. Terwijl we dan ook nu tegen een Vibrava moeten. Of een Vibrava dan, denk ik, op zijn Engels. Dan gaan we eens kijken of dat gewoon met Discharge... Oh nee, tuurlijk. Vibrava is volgens mij Ground, hè? Volgens mij is die Ground Vibrava. Dan doen we gewoon Flash Cannon, want mijn Electric Type attacks zijn daar natuurlijk niet geschikt voor deze Vibrava. Dat was ik even vergeten. En hoppakee, die is ook weer neer. En ik denk dat we gewoon nu gewonnen hebben, want tot nu toe hebben ze allemaal twee Pokémon gehad. En ik... Oh, nou, deze heeft er dus drie. Hij heeft ook nog een Drifblim. Weet je wat, Flash Cannon gaat gewoon heel lekker. Dus ik ga gewoon lekker door met Flash Cannon. Bam, op je hoofd. Oeh, dat is oké. Okay. Het is meer dan de helft, dus dat is prima. Dada Games, je had trouwens ook weer een leuke vraag. Jij vroeg aan mij, vind je dat je de 1 miljoen abonnees verdient? Natuurlijk vind ik dat ik de 1 miljoen abonnees verdien. Alleen ik heb ze niet. Dus als jullie nou willen dat ik de 1 miljoen subs krijg, deel mijn video's dan. Vertel aan je vrienden dat mijn video's tof zijn. Laat het even zien aan iemand anders. Vraag aan je vrienden of ze willen subscriben. Dat zou super tof zijn. En wie weet zitten wij binnenkort dan aan de 7500 subs. En dan hoop ik dit jaar nog de 10.000 te halen, jongens. Als ze de 10.000 weten te halen, dat zou zo vet zijn. Dat had ik echt van tevoren niet gedacht dat ik misschien wel eens de 10.000 abonnees zou kunnen gaan halen met mijn YouTube kanaal. Ik vind dat echt heel erg veel. Daar zou ik echt super blij mee zijn. Terwijl ik nu lekker rond aan het lopen ben. Om te kijken of hier misschien nog items liggen. Volgens mij zijn we hier nog niet geweest. Nee, klopt. Hoppakee. We hebben een X-Special Attack hebben we opgepakt. Ligt er nog meer? Gaan we gewoon eens even verder lopen. Volgens mij zijn we hier wel... Nee, ook niet. Ik dacht dat we hier een keer al eerder hadden aangelegd. Dit is Toxic. En dat is wel een hele lekkere move natuurlijk. Voor een Poison-type Pokémon. Of voor een Pokémon die gewoon dit kan leren. Voor elke Pokémon is het nice om een Toxic move te hebben. Dat is super irritant voor je tegenstander. Terwijl we hier onze laatste employee gaan bevechten die op deze vloer is. En deze Aether Foundation employee heeft een Primeape. Ash had natuurlijk ook een Primeape en die Primeape die was echt super ziek. Die deed gewoon lekker waar hij zelf zin in had. Hij had hem niet echt onder controle. Primeape wordt heel snel boos als je oogcontact met hem maakt. Dus dat kan je maar beter niet doen. Hij doet een cross chop. Oeh, en die doet pijn want die is natuurlijk super effective. Hopelijk heeft hij geen move die sneller is. Nee, oké, nice. Dan hebben we hem wel verslagen. Maar die cross chop die deed wel even flink pijn, jongens. Die deed wel even flink pijn. We krijgen bijna 1000 XP. En dan hebben we deze ook weer verslagen. Dan zit het werk voor Magneetoog wel even op. En heb ik Willem Alex Gyarados op de eerste plek gezet in mijn team. Terwijl Gladion hier aan het doen is alsof hij heel erg goed snapt hoe deze lift werkt. Maar volgens mij nee. Volgens mij lukt het niet. Looks like outsiders can't use the main elevator. Inderdaad. Wij kunnen deze lift niet gebruiken om naar boven te gaan. Dat is een beetje een probleem. Gladion zegt we hebben geen keuze. We moeten wel naar boven. Huh? Konden we dan niet naar beneden of zo, maar wel naar boven? I, Faba, am the Aether Branch Chief. The only one in the world. I'm irreplaceable. And here you come back uninvited. Volgens mij is deze gast inderdaad een beetje gestrest en heeft hij geen idee wat er allemaal aan de hand is. Faba is echt een beetje een warhoofd of zo. En Faba zegt tegen Gladion, kijk jou eens. Het leven in de wereld heeft je niet, is je niet bevallen of is je niet gunstig gestemd geweest, hè? En hij zegt dat hij ons helemaal niks gaat vertellen en dat wij waarschijnlijk wel weten waarom. Gladion zegt, weet je waarom het zo tof is om een trainer te zijn? Omdat als je battelt het niet uitmaakt of je kind of volwassene bent. Iedereen is gelijk in een Pokémon battle en dat is waar. Dus ik heb zo'n flauw vermoeden dat we nu tegen Faba moeten gaan battelen. Ja, daar komt hij. Faba ziet er echt raar uit. Hij heeft echt een hele vreemde bril. Ik denk dat we deze gast wel gaan verslaan. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat voor Pokémon zo'n gast dan heeft. Zo'n Faba, zo'n verstrooide professor. Hij heeft een Hypno. Oh ja. Ja, dat past wel bij hem. Een Pokémon die hypnotiseert, ja. Deze Hypno is wel even 4 levels hoger. Ik heb wel een Bite Attack, dus dat is wel nice. Psychic doet altijd best wel
pijn. Ik denk dat mijn bite attack ook redelijk pijn doet bij hem. Oké, we kunnen 3 keer bite attack doen. En dan is hij down. Alleen ik denk dat wij dus down zijn als ze 2 keer een klap krijgen. Hij probeerde hypnosis, maar hij miste. En daar ben ik super blij mee. Want dat zou echt heel erg irritant zijn als we in slaap vallen. Nu raakt hij ons wel. Dus dat is minder. En Willem-Alex is dus lekker een tukkie aan doen. Die is even aan het slapen. Maar gelukkig heb ik met Vuurpoes nog iemand die dark type attacks kan. En we doen natuurlijk dark als Lariat, Lariat, weet ik veel hoe dat ding heet. En dan is deze hypno wel verslagen. Bam! Lekker voor je. Doei doei! Blip, 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 blip. 1089 XP. Willem-Alex groeit naar level 36 en die wil Dragon Rage leren. Dat is op zich niet een super goede aanval, dus dat gaan we niet doen. Pikachu aka Mimikyu is level 40, ook nice. Oh, hij had alleen maar een hypno. Ik had wel wat meer verwacht van deze Faba dude, jongens. Ik had wel wat meer verwacht. Kijk, nou is hij in paniek. Ja, hoe kan dit? Hoe kan een kind van mij winnen? Ja, hou is ook trots op ons. En Gladion... Zou die ook trots op ons zijn? Terwijl Faba en Gladion nog eventjes in discussie gaan. Faba zegt, als je Cosmog zoekt, dan zou die wel eens beneden kunnen zijn. En dat had Hou niet verwacht, volgens mij. Oké, beneden worden de experimenten gehouden om de wereld uit elkaar te laten spatten. Faba, wat praat je allemaal? Nou ja, het zal wel. We moeten in ieder geval gewoon naar beneden. Ga je ons helpen? Oh. Ja, deze gast is echt raar. Hij gaat ons gewoon helpen om naar beneden te gaan. Nou, heel erg bedankt. Super tof. En hij zegt, ja, dat kan ik doen omdat ik de Branch Chief ben. En, nou ja, het zal wel. Ik ga je bedanken, Faba. Faba, bedankt, vriend! Dan gaan we nu lekker naar beneden met de lift. Oh. Oh. Zie je dat lachje? Volgens mij staat ons gewoon nog een dikke verrassing te wachten hier beneden. Everything looks the same. I guess it's only been 2 years, though. Kijk, Gladion is hier duidelijk al eerder geweest. Hou zegt, dit is een geheime plek. Gladion kijkt ook een beetje raar. Hou zegt, waar gaan we nu naartoe? Er zijn 2 laboratoriums. Gladion gaat naar Secret Lab A en wij moeten naar Secret Lab B. Het is het 2e laboratorium daar in de gang. En Hou vraagt zich inderdaad af van, waarom moeten wij naar de 2e en waarom weet je dit allemaal? En Gladion wil dat niet vertellen. Hij zegt alleen dat de Faba kunnen vertrouwen. Ja, inderdaad, Hou. Hou zegt, je hebt geen eens mijn vraag beantwoord, Gladion. Ben je nerveus of zo? Volgens mij ben je banger dan Rikachu en ik. Oh, en we krijgen iets van Gladion. We krijgen iets van Hou. Wat krijgen we? Een Max Revive. Nice, altijd goed om te hebben. En Hou zegt, Lily moet wel bang zijn. Laten we dit snel af gaan handelen. En weet je, Hou, dat vind ik echt een supergoed plan voor jou. Dus we gaan snel naar Secret Lab B en die moet hier... Oh, ik wou dus snel naar Secret Lab B, maar we mogen er niet door. Indringer gespot, wij gaan onze labs en zij gaan hun laboratorium beschermen. Waarom? Wat hebben jullie hier te verbergen allemaal, jongens? Jullie deden zo aardig de vorige keer en nu gaan jullie opeens zo moeilijk lopen doen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie nou allemaal aan het doen zijn hier beneden. Hij stuurt er in ieder geval een muk uit, een mooie Alolan regenboog muk. En die gaan we proberen te verslaan met onze Willem-Alex. En ik doe maar een ijsvang in de hoop dat hij bevriest. Dat zou wel nice zijn, want muk heeft natuurlijk een hoge defense. Hij doet crunch. Volgens mij zijn we behoorlijk aan elkaar gewaagd. Ik doe gewoon nog een keer ijsvang. Kom op jongen, bevries even gewoon omdat het kan. Ah, nee. Terwijl wij nu al meer dan de helft van ons leven kwijt zijn. Dit gaat niet goed jongens. Ik doe een aquatil, misschien is die iets sterker. Een aquatil voor muk. Ja, volgens mij had ik vaker aquatil moeten doen. Eerder aquatil moeten doen. Ah! No! Oké, nu ben ik boos, jongens. What the heck? We worden gewoon geklaard hier door een muk. Zie je wel, muk is gewoon echt wel een goede Pokémon. Ik ben boos. Doe een slash. Op muk. Hoppakee, klaar hem gewoon. Hoppakee, je bent geklaard door een Mimikyu. Stomme muk. Oh, en dat was het dan ook. Dat was het gelijk. Moeten we gelijk tegen de volgende? Ga je vriendjes roepen? Oké, kom maar. Kom dan. Yes, looks like I'm next. Kom maar op, jongen. Jullie hebben me echt flink pissen gemaakt door mijn Willem-Alex, mijn Gyarados in één keer af te slachten. Nu moeten we tegen een Magneton. Deze gasten hebben wel allemaal een beetje dezelfde Pokémon als ik. Valt het je op? Een Magneton hebben wij natuurlijk. En een Muk zouden we kunnen krijgen als we Grimer weer terug in ons team doen. Ik doe een Shadow Claw. Hij doet een Flash Cannon. En die kan ons in eerste instantie natuurlijk niet raken. Terwijl de decoy nu naar beneden gaat. Dan hoop ik dat ik 1 Flash Cannon in ieder geval overleef. Zodat ik nog 2 keer... Shadow Claw kan doen en Magneton kan verslaan. Oh, hij doet Metal Sound. Oké. Nou ja, helemaal goed. Maakt op zich niet zoveel uit, want wij zijn toch sneller. Dus dan kunnen we gewoon nog een Shadow Claw doen op jouw drie hoofden, Magneton. Oké, Magneton is verslagen. Super nice. Oké, en deze had ook maar 1 Pokémon. Ik kan nooit zien hoeveel Pokémon die heeft, want er staat hier in mijn beeld dat mijn camera aan het recorden is. En dat is echt precies voor het plekje. Waar staat hoeveel Pokémon die heeft. Dat is echt best wel vervelend. En hier is onderzoeker nummer 3. En die gaan we ook eens even flink klaren, jongens.
Die stuurt er een Porygon uit. En niet zomaar een Porygon, het is een Porygon 2. En dan gaan we gewoon lekker door met onze Shadow Claw. Oh nee, dat is echt super stom. Waarom denk ik nooit na? Ik had kunnen weten dat mijn Shadow Claw geen damage doet op deze Porygon. Ik ga gewoon even wisselen naar Vuurpoes, omdat dat makkelijker is. En ik ga dan voor een Flamethrower. Hoppakee, alsjeblieft Porygon. Ja, hij is wel sterk. Hij doet nu een Signal Beam. Ik denk dat... Nou. Ik moet eerlijk zeggen, daar had ik wat meer van verwacht. Van die Signal Beam. Dan doen we gewoon nog een keer Flamethrower. En dan is het wel klaar met deze Porygon 2. Doei, later. 1033 XP en weer een level omhoog met Vuurpoes, jongens. Level 47 is die al. Het gaat echt super nice. En ook Vetkop gaat een leveltje omhoog naar level 41. Vetkop is onze mutsdeel voor de duidelijkheid. All I can tell you is that Kosmark is the key. It's a tool needed to open up the Ultra Wormhole. Oké, ze willen een Ultra Wormhole gaan openen samen met Kosmark. Maar ik ben slecht in battelen, dus ik ga er vandoor, zegt hij. Oké, doei. Ga er maar lekker vandoor. Ren maar lekker weg. Ja? Ga je nog of blijf je hier staan? Oh, moeten wij opzij? Waarom gaan we opzij voor deze chap terwijl we hem net hebben verslagen, jongen? Kom op, we hadden gewoon moeten blijven staan. Dit zal ongetwijfeld... Ja, dit is Secret Lab E. Daar staat Gladion te wachten. Wat is die aan het doen trouwens, die Gladion? Ja, ik vind hem een beetje vaag, hoor. Hij weet alles al wat hier een beetje gebeurt. En hij weet dat we naar Secret Lab B moeten en niet naar A. Nou, hallo... We zijn in Secret Lab B en Hou is weer heel erg enthousiast. De onderzoekers vragen wat we hier aan het doen zijn. Blijf overal vanaf. Raak niets aan met je vieze handen. Oké. Dit onderzoek is ons leven. Wauw, jullie zijn echt super streng. Nou, dan gaan we dus maar nog een keer battelen. Geef mij gewoon Lily terug, jongens. Ik kom hier alleen voor Lily. Ja, en Kosmok natuurlijk. Ik wil Kosmok dan ook wel gelijk terug, want Kosmok hoort gewoon bij Lily. Terwijl we nu in een duo battle raken met een Vanillish en een Machoke. Oh, ik heb natuurlijk Mimikyu aanstaan en ik moet samen gaan battelen met Hou. En Hou gaat zijn Alolan Raichu gebruiken. En Raichu doet een Psychic op Machoke. En dat is natuurlijk super goed. Hoppakee. Hij heeft hem gewoon in één keer verslagen, hoor. Lekker, Raichu. Dat doe je super goed. We gaan naar leveltje omhoog. Naar level 41 met Mimikyu. En hier zie je de stats. En die zijn al best wel aardig. Wel jammer dat zijn special attack zo laag is trouwens. Hij wil Home Claws leren. En eigenlijk vind ik dat niet echt heel erg nodig. Dus die gaan we gewoon vergeten. En dan gaan we proberen om deze Vanillux te verslaan. Ik heb gekozen voor Shadow Claw. Meer dan de helft van zijn leven gaat eraf. Hij doet een Ice Beam en die doet hij op Raichu. Raichu gaat het wel overleven. Yes, nice. En zo te zien hebben deze trainers ook allebei maar één Pokémon. Dus ja, dit is niet een al te moeilijke battle. Zo, deze Raichu is trouwens goed, jongen. Die Raichu van Hou. Nice. Doe je goed. En dan hebben ze alweer verslagen. Dat was niet echt al te moeilijk. Dat was geen hele moeilijke battle. Ik ben een expert op het gebied van Pokémon studies. Maar als het op battelen aankomt, dan zegt dit mevrouwtje dat ze daar niet zo heel goed in is. De mensen in lab A, die zijn wel goed in battles. Oké, moeten we daar dan misschien toch nog naartoe? Oh, de mensen in lab A hebben waarschijnlijk met Kosmok samengewerkt, denk ik. Of een andere oncontroleerbare Pokémon. Inderdaad, Hou zegt even focussen. Waar is Lily en waar is Kosmok? En deze mensen zeggen dat ze ons niet gaan helpen. Ze is niet hier, dat kan je zien. En voor de rest gaan ze ons niks vertellen. Oh, jullie gaan er ook vandoor? Jullie gaan ook lekker andere dingen doen. Lekker koffie drinken en pizza eten. Kijk, wij moeten naar een clue gaan zoeken hier. Kijk, ik zie hier wel een computer. Oh, Kosmok is ook een soort van Ultra Beast blijkbaar. En de Ultra Beast die komen uit een plek genaamd Ultra Space. Oh, als Kosmok heel erg veel stress heeft, dan gaat de Ultra Wormhole open. Dus ze gaan waarschijnlijk gewoon proberen om een Ultra Wormhole te maken door helemaal te stressen met Kosmok. Kosmok gaan ze helemaal gek maken. Ja, Hou kan het ook niet echt geloven dat dit allemaal gebeurt. En Hou rent keihard naar Gladion. We moeten naar Gladion. We moeten nog gaan vertellen wat er aan de hand is. En waarschijnlijk weet Gladion al lang wat er aan de hand is. Kijk, Hou staat hier op de gang te wachten op ons. Oh, daar komt Gladion aan. En Gladion zegt, heb je iets gevonden? Nou, we hebben niet echt iets gevonden, maar we weten wel wat ze met Kosmok willen. En Gladion is bang dat ze inderdaad Kosmok pijn gaan doen. Dus we gaan keihard zoeken nu, denk ik, met z'n drieën. Oh, hij denkt dat Faba ons te slim is afgeweest. Oh, waarschijnlijk moeten we dus gewoon helemaal naar boven. Ik denk dat we helemaal niet naar beneden moeten. Ik ga wel even kijken of we nu in Secret Lab A kunnen. Want nu Gladion hier weg is. Ja, daar kunnen we naar binnen. Oh, alleen hier zijn geen trainers. Er ligt nog wel een Pokeball. En er is een Full Restore. Jongens, volgens mij moeten we naar boven. Volgens mij moeten we de lift naar boven nemen. Of niet? Waar zijn jullie? Moeten we naar... waar is iedereen? Waar is iedereen? Is iedereen al weg of zo? En waarom gaan ze zonder mij naar boven? Oh, hier zijn ze. Precies. Er is een heel gesprek hier aan de gang. Tussen Gladion en Hou. Oh, oké. Moeten we nou weer gaan battelen? We'll need you all to conveniently disappear. Nee, we gaan niet weg.
We gaan niet weg. En we hebben al zoveel van jullie employees verslagen. Waarom denken jullie dat jullie wel het verschil kunnen maken? Come on. Oh, mijn Willem Alex doet het weer. Volgens mij heeft Houden onze Pokémon geheeld. Nou, als Raichu nou eens even een elektrische aanval op Plipper doet, dan doe ik een wateraanval op Mudsdale en dan moet het denk ik wel goed komen. Mudsdale doet in ieder geval Bite. Raichu doet Electrobal en ja, dat doet hij inderdaad op Plipper en dan is Plipper verslagen. Zo, dat is één. Dat gaat lekker snel. Cubus is weer een leveltje omhoog. Magneto is weer een leveltje omhoog. Dankjewel. Oh shit, we missen onze aanval. Ah. Kom op Willem, Alex. Je kan het. Je kan het. Hij mag zijn Bite aanval niet gebruiken, want dat is een probleem voor ons. Raichu doet Psychic en die doet best wel aardig wat damage. En nu raken we hem wel met Aqua Tail. En is het dan genoeg om hem te verslaan? Ah, nee! Oké, dan hebben we nu een probleem. Want Mudsdale kan nu zijn aanval gaan doen en die gaat behoorlijk hard aankomen, ben ik bang. Hij ja, ook gelijk op ons, hè. Waarom op ons? Ja, dat dacht ik al. Doei! Ah, waarom missen we dan ook? Waarom missen we die aanval? Oh. Nou ja, in ieder geval heeft Raichu Mudsdale wel verslagen. En dan is het ook weer klaar. Hoppakee. Gladion, moet ik jou ook nog helpen of doe jij het wel alleen? Oké, Gladion heeft het alleen gedaan. En hij zegt van, gaan jullie maar lekker weg nu. Oh, Gladion zegt, weet je, ik weet dat we geen vrienden zijn, maar ik ben wel blij dat jullie erbij zijn. Nou, top, top. Ik ben ook blij dat jij nu blij met ons bent, jongen. Oh, en hier staat weer iemand anders. Dat is Wiki. Hallo Wiki. Ja, we kijken allemaal een beetje raar. Wat gaat er gebeuren? Oh, en Hout denkt, waarom noemt hij Gladion Young Master? Waarom noemt Wiki Gladion Young Master? Ja, ik dacht al dat Gladion precies wist wat er hier allemaal gebeurde. Alleen Gladion is er denk ik dan niet mee eens. Omdat hij hier is weggelopen en zo. En hij is nu blij dat wij erbij zijn. Dus volgens mij is Gladion het er niet mee eens wat hier allemaal gebeurt. Hij zegt ook, that's not stopping me. En hij rent de keihard vandoor. Wij rennen gewoon lekker achter hun aan. Zoveel battles. Ga weg. Ga gewoon weg. Heeft Faba nog een verhaaltje te vertellen? Ja, ik heb jullie in de maling genomen. Haha, lekker voor je. Oké, gaan we battelen Faba? Met je lelijke lach. En Hou lacht hem even uit, want Faba's geniale plan heeft eigenlijk gewoon totaal niet gewerkt. Dat heeft ons gewoon geholpen eigenlijk. Hey, bedankt hè Faba. Toppie. Je bent een toppetje. En de volgende battle is een feit. En nu mag ik gaan samenwerken met Gladion. Dus dat is wel top. Ga ik nu samenwerken met Type 0 of niet? Doet mijn Willem Alex het weer? Yes, mijn Willem Alex doet het weer. Nou hoop ik dat we niet gelijk een klap op onze kop krijgen van deze Electabuzz. En ik mag helaas niet gaan battelen samen met Type 0, maar met een Golbat moet ik het doen. Dan gaan we gewoon een Aqua Tail proberen. Ah nee, geen Thunder. Oh, hij doet de Thunder Punch op Golbat en dat is ook super effectief. We zijn niet echt heel erg goed tegen deze Electabuzz. En we gaan dus blijkbaar. Nee! Ah, hij doet ook een Confuse Ray. Oké, ik weet niet of ik nou nog heel veel heb aan die Golbat, want die is half dood en hij is confused. We raken gelukkig Magmar wel, dus deze Aqua Tail zorgt ervoor dat Magmar in ieder geval verslagen is. We krijgen 1394 XP. En dan moeten we nu alleen nog afzien te rekenen met deze Electabuzz. Electabuzz doet Discharge op mij en dat doet... Oh, op ons allebei. En Golbat is down en ik ben bijna down en ik ben paralyzed. Wow, dat was wel even een hele dikke move van deze Electabuzz. Ik doe een Ice Fang. Kunnen we hem daarmee... Yes. Haha, we hebben hem bevroren. Super nice. En dan ga ik gewoon even door met Ice Fang. Want ik ging er een beetje vanuit dat ik zou moeten gaan wisselen. Maar goed, nu kan ik hem gewoon natuurlijk laten staan. Want deze Electabuzz is lekker bevroren. Dat is super tof. Oh, en Type 0 is ook paralyzed. Haha, ik kan wel Ice Fang gebruiken. En dan is het klaar met deze Electabuzz en deze Magmar. Dit was zo'n toffe battle, vond ik. Dit was zo'n leuke battle. We gaan weer leveltje omhoog met Willem Alex naar level 37. En dan hoop ik dat we bijna nu een beetje bij de conclusie zijn wat hier allemaal aan het gebeuren is. Want dit wordt alweer een behoorlijk lange video. Tun tun tun, tun tun tun. Moeten we nou nog een keer met jou gaan battelen, Faba, of niet? Rikachu, how I leave Faba to you. Oké, toppie. Ik vraag me wel af of ik nou weer mijn Willem Alex kan gebruiken. Of dat mijn Willem Alex gewoon weer half dood is. En nu moeten we tegen 4 Pokémon. En dan moeten we eerst even de linker Pokémon verslaan. Want hij heeft er maar 1. Die medewerker heeft er maar 1. Maar Faba heeft nu opeens 3 Pokémon. Yes, Willem Alex is in ieder geval ook weer vol. Dankjewel, Hou. Je hebt waarschijnlijk mijn Pokémon weer geheeld. Ik ga weer Ice Fang doen. En dat doe ik dan op Ledian. Want dat zou super effectief moeten zijn. Terwijl Raichu eerst Slowbro gaat aanvallen. Ledian doet Reflect. Oké, dus die worden nu beschermd volgens mij. Ik doe een Ice Fang op Ledian. Hebben we hem in één keer? Nee, we hebben hem niet in één keer. En Slowbro doet Yawn. Oké, dan moeten we er eerst even voor zorgen dat we die Ledian verslaan. En dan kunnen we Willem Alex wel weer even op de bank zetten. Electro Ball. Kijk, dat lijkt me nou eens een goed plan.
En dan is Lady hem verslagen. Hoppakee, nice. Dan hoeven we nu dus samen tegen één Pokémon. En dat is gewoon veel beter. Ik doe een Ice Fang. Die is natuurlijk niet very effective, want die was eigenlijk bedoeld voor Lady Anne. En dan krijgen we een Psychic op ons hoofd. Yo, bedankt hè, bedankt. En dan gaan we waarschijnlijk ook in slaap vallen inderdaad nu. Dan switchen we even naar Magneetoog en dan mag deze Slowbro lekker tegen twee Electric Pokémon gaan vechten. Ik hoop dat je het leuk vindt, Slowbro. Ik hoop dat je het daarmee heel erg naar je zin krijgt. Kijk, hoppakee. Bye bye, Slowbro. Later. Dat had je eigenlijk ook best in Bird 1 gelijk kunnen doen, houden. Dan had je misschien Slowbro in één keer geklaard. We moeten nu tegen een hele lelijke Bruxish. Dat vind ik echt wel een behoorlijk lelijke Pokémon. Waarom doe je nou Psychic? Waarom doe je niet gewoon een elektrische aanval? Ik snap jou niet. Oh, oeps, ik raak Raichu ook met mijn aanval. Oepsie. Sorry Raichu, sorry. Maar we hebben wel deze Pokémon verslagen. Terwijl Vetkop counter heeft geleerd, super nice. Dan moeten we nu weer tegen die Hypno die we net al een keer verslagen hebben. En dan doe ik nou wel Electro Ball op Hypno. Want anders raak ik Raichu weer. En dat is niet de bedoeling. Waarom doe je Psychic? Ik snap jouw aanvallen niet. Ik snap jouw aanvallen echt niet. Ja, en nu ben je ook in slaap. Sukkel, waarom doe je dat? Oké, lekker. Electro Ball doet ook niet zoveel damage. Raichu is lekker aan het tukken. Hij doet een Psychic. Doet hij die weer op Raichu? Nou, je bent wel lekker op Raichu gefocust, hè? Oké. Ik doe gewoon even ondertussen een beetje een Flash Cannon'tje op je hoofd dan. Ha, we hebben Hypno nog steeds niet verslagen. Duurt lang. Goed zo, word wakker. Doe maar geen Psychic. Waarom doe je niet gewoon elektrische aanvallen, hou? Op deze manier word je nooit een goede Pokémon trainer. Word je nooit een Kahuna. Kom op. Terwijl Raichu nu echt bijna down is, doen wij nog een keer een Flash Cannon. En hebben we eindelijk deze Hypno verslagen. Yay! Mogen we nu eindelijk weten wat jullie met de Wormhole aan het doen zijn? Want ik ben het een beetje zat aan het worden. We moeten echt mega veel battelen. Ja, doei. Faba, ga jij er ook vandoor of ga je gewoon deze deur eventjes openen? We kijken Faba allemaal heel lief aan. Wil je alsjeblieft even de deur openmaken, Faba? Ja? Of mogen we er gewoon langs? Oké. We mogen er langs? Oh, we hebben een sleutel gekregen. Nou, die Faba is zo gek nog niet. Thanks, Faba. Oké, snel. Ik wil weten wat hier allemaal gebeurt. Oh, huh? Wat doet Team Skull hier nou weer? Wat doet Team Skull hier? Kom op, Gladium, pak ze! Ja hoor, Guzma. Wat doet Guzma hier? Wat doet Guzma allemaal hier in deze Ether Foundation? Werken ze gewoon samen met Team Skull? Come on, Team Skull zijn toch, choppies? Er zijn wel een biljoen Team Skull mensen in deze plek. En de Foundation is dus aan het samenwerken met Team Skull. En dat vindt Hou heel erg raar. En Hou zegt, laten we deze gasten gewoon samen gaan verslaan. Helemaal goed houden. De volgende keer gaan we al die Team Skull choppies verslaan. Maar de SD-kaart van mijn andere camera is vol. Dus dat kunnen we nu niet meer doen. Ik hoop dat jullie dit weer een toffe aflevering vonden. Doe een blauw duimpje omhoog voor deze video. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon, Zelda, Nintendo Switch video's. En dan zie ik jullie later. Mazzel!